al mis. En dat komt door mijn voorganger, Rocco Schrubber. Die zet er niet genoeg bovenop. En je moet er altijd bovenop zitten. Maakt niet uit wat. Nooit verslappen, altijd willen verbeteren. Let maar eens op. Ja, het ging nog. Heb ik jou niet gezegd dat jij je moet schamen? Heb ik dat jou niet gezegd? Nee, Trillen. En heb ik jou dan ook niet gezegd, en ben ik daar niet heel duidelijk in geweest, dat ik gezegd heb dat ik bepaald eten dus niet lust, omdat ik destijds in Afrika dus die ziekte heb opgelopen, wat goed is afgelopen, maar wel met alle gevolgen van dien, waar zitten jouw hersens? Heb ik dat niet gezegd? Nee, Trillen. Nee. En waarom niet? Omdat het de eerste keer is dat we elkaar ontmoeten, Trillen. Aha, kijk aan. Wat is dit? Dat is een worteltje. En wat is dat daarnaast? Wijs het zelf maar even aan, ja. Nee, dat andere. Deze? Deze, ja. Wat is dat? Een in de schil gekookte Bretons aardappeltje. Ben jij lui? Nee, trainer. Waarom zit de schil er dan nog omheen, ja? Mag ik je dat even vragen, ja? Wil je daarmee zeggen dat wij onze jas moeten aanhouden als wij gaan voetballen? Is dat wat jij zegt? Ik flikker die aardappels gewoon in het water en dan zien we wel waar het schip strandt. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Toch, hè? Meneer de kantinemedewerker is een atoomgeleerde en wij zijn allemaal klootzakken, hè? Want wij voetballen met onze voeten en niet met ons hoofd. Dat is eigenlijk wat jij zegt, toch? De vitamine zit in de schil, trainer. Ah! Nou is het hoge woord eruit, hè? En was dat nou zo moeilijk? Ik praat tegen je. Nee, trainer. Mooi! Mooi! Dan weten we dat, ja? En ga nou maar weg. Ik heb dit verdomme nog nooit meegemaakt in mijn hele carrière niet. Wegwezen. Smakelijk eten. De vitamines in de schil. Wie zei dat?